Vrijdagavond, Podium Bollestreek avond. Mensen, leuk dat jullie kijken. Nieuw seizoen, Podium Bollestreek. Wilma, die volgende week weer op deze stoel zit. En ik, Nick Duindam, gaan er weer een leuk seizoen van maken. Samen met jullie uiteraard. En als je ideeën hebt... Mail naar bollenstreekomroep.nl of ga naar de site en, uh, en, en vul je wensen in en wij uh, gaan ze in vervulling brengen, hopen wij allemaal natuurlijk. Podium Bollestreek, zoals jullie weten een, culturel, een kunst- en cultureel programma dat we elke vrijdagavond uitzenden. En je kan de hele avond genieten van uh, gasten die ik uh, straks, je zit er eentje klaar. Uh, dat is Ro Kraus, de nieuwe directeur van De Muze, maar dat gaan we zo doen. Dan krijgen we de Reuzenbol, uh, onze intermezzo. En daarna komt Jan Hoek vertellen over de buurtkerk die een orgel heeft dat 125 jaar bestaat. Of bestaat de buurtkerk 125 jaar? Kijk, deze cliffhanger houden we er even in, dus blijf kijken. Ja, ik zei het al. Welkom, Ro. Dankjewel. Ro Kraus, dat is de hem. nieuwe directeur van De Muze. Hoe klinkt dat? Heerlijk. Ja. ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ja. ja. Je bent de opvolger van uh, Christiaan van Arkel. En die was weer de opvolger van Natasja Heemskerk. De muziek bestaat zo'n twintig jaar, hè? Binnenkort uh, jubileum. Precies, precies, ja. Dus je valt in een jubileumjaar uh, met de neus in de boter. Ja, ja. Ja, en zou ik je eens wat vertellen? Vertel. Ik was er in het begin ook bij. Echt? Ja. Wat? <laughs> nou, in het eerste seizoen werd uh, een uh, bandje, De Wereldband... Tegenwoordig beter bekend als Slapstick, geprogrammeerd. Ja. En... Ik zat toevallig ook in het bandje van Ben de Snijders. Oké. Okay. En dus dat zijn echt de, de derde of de vierde voorstelling was ik er al bij. En toen dacht je? Wat een fantastisch theater. Ik word over twintig jaar directeur. Ah. Die had ik niet zien aankomen. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee. Want ja, uh, nou, je gaf het al aan. Je bent uh, muzikant. Ja. Uh, ik heb natuurlijk een beetje voorwerk gedaan. Uh, VO-studie aan het conservatorium. Klopt. Uh, uh, ja. Dat heb je afgemaakt. Ja. En daarna ben je in een band terechtgekomen. Je zei het al, de wereldband met Oumlaut op de a's. Ja, klopt. Hoe spreek je dat uit? Wereldband. Oh, wereldband. Oké, ja, oké, okay, okay, okay. ja, ja, ja. En daarna werd dat Slapstick. Ja, klopt. En ja, dan... dat is eigenlijk meer een, een, een theatergroep. Het is, ja. een, uh, het is uh, een, een kruising tussen Mini en Maxi ja. en de Ashton Brothers, zou ja. ik maar zeggen. Zo, ja. nou, dat, is, uh, dat is, uh, zijn wel behoorlijke... Uh, ja. uh, die zijn ja. ook in de muziek geweest overigens, Alle, ja, uh, Ik geloof dat ze de wereldband daar al een keer of acht is geprogrammeerd, inderdaad. ja. ja. Ja, maar uh, Media Maxi en, en, en de Aston Brothers dus ook. Aston ja. Brothers bestaan die nog eigenlijk. Zeker wel. Ja, nou ze, sterker nog, ze gaan een heel groot programma in Ahoy doen met, in december. Okay. Dat nou dat niet... ben ik reclame aan het maken voor de concurrent. Dat Is mag dat eigenlijk iets niet. Is dat niet voor de muzen nog of is dat te groot? Nou, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, zijn, uh, dat heeft op zijn minst ook uh, 4000 toeschouwers nodig. Dus per ja, avond. Dat, dat is, is avond. iets dus, uh, dat is niet te groot. Nou, dan, een dan klein we klein een mensen, te groot. moeten we met ze buiten. Uh, maar kijk, ik ben heel goed bevriend met die jongens. Ja. En vooral met uh, Joost Spijkers, uh, de, 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 de sterke man, zou ik maar zeggen. Ja. En de fantastische zanger die ja. zelf ook een ja. soloprogramma. programma een beetje, een beetje naar voren zitten. Oh, sorry. Uh, uh, de fantastische zanger ja. die uh, ook een soloprogramma heeft. En ja. in dat soloprogramma speel ik toevallig ook mee. Kijk. Ja. Even een korte beschrijving over jezelf. En dat is leuk, want we hebben ook plaatjes. Ja. Die ja. heb jij meegenomen uiteraard. Ja. Wij hebben ook van alles en nog op, wat opgezocht. Maar we hebben ze ge, aan jou gevraagd van, nou, uh, geef wat, uh, wat beeldmateriaal. Nou, laten we maar eens kijken. Uh, wat staat hier voor? Ja, uh, uh, rechts zie je uh, uh, mij en mijn lieve tante, tante Truus. Tante Truus? Ja, zij was uh, de meest muzikale in de familie. Ja. En zij heeft mij echt uh, aan het handje genomen. Zij was docent aan het consortium in uh, Den Haag. Oké. Okay. Uh, en, en zij heeft mij eigenlijk wel echt geïnspireerd uh, naar, naar een stap naar uh, wat professioneler. En uh, links zie je mij op uh, 16-jarige leeftijd leren met uh, een uh, jongere afdeling van het uh, Rotterdamse Philharmonisch. Ja. Samen met uh, een collega speelde ik een Altvio concert van Vivaldi toen. Oké. Okay. Nou, we vliegen even door je jeugd uh, heen. Laten ja. we maar eens kijken wat er volgt op deze. Ja. Mooie vrijdagavond. Naast uh, 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 klassieke muziek was ik altijd heel geïnteresseerd in volksmuziek. Ik, uh, mijn oma die, uh, die komt uit een uh, uh, Joods-Hongaarse familie. En die gaf geen feest zonder wat Wij dan noemden zigeunermuziek, ja, ja, dus dan ja. uh, kwamen de Mirando's of uh, of uh, uh, La Catoche, of uh, die, die kwamen gewoon echt spelen. En ik was daar direct uh, gek van, ik was er eigenlijk eerder verliefd op dan op, uh, op andere soorten muziek. Okay. Beetje ja. muziek uh, is, dat dan, nee, is dat nee? Nee, dan door... moet je echt uh, Balkan muziek ja, Balkan uh, okay. ja. En dan kom je direct bij het volgende plaatje, want dat is Joost Spijkers. Uh, Joost Spijkers en ik hebben die liefde voor de Balkanmuziek. Uh, die delen wij. Ik kom natuurlijk uit de Hongaarse kant. Ja. Uh, Joost zijn moeder is, uh, is uh, van uh, Joegoslavische Wa waar sta origine. Jij? Ik sta rechts. Ja, Dat dacht ik al. Maar ja. even voor de kijkers. Ja, ja, ja. 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 Uh, en en uh, wij maken... Uh, na, Joost uh, Spijkers is bekend van de Asian Brothers. Dat zeiden we net ja. al. Hè. Uh, uh, wij maken samen... Programma's uh, uh, voor, voor, voor de wat kleinere zalen, gewoon voor ons, ons plezier, zou ik maar zeggen. Ja. Noem je ja. de muze een kleinere zaal? Nee, ik noem de muze echt wel een middenzaal. middenzaal. Een, kle een kleine zaal is, laten we zeggen, tot 150 stoelen en de muze heeft bijna 400 plaatsen. Ja. ja. Ga je, ga je dit soort dingen nou uh, meer programmeren dan uh, de vorige directeur gedaan hebben, denk jij? Nou, ik idee? moet heel eerlijk zeggen dat ik ontzettend veel respect heb voor wat Chris daar heeft neergezet: mm -hmm. uh, uh, dat, het, uh, dat de programmering die hij heeft gedaan en zijn voorganger uh, Natasha, ja, die heeft ervoor gezorgd dat 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 eigenlijk de bezoekersaantallen. Uitstekend zijn. Dat ja. betekent als je dat vergelijkt met omliggende theaters. Dus ik ga uh, qua smaak daar niet heel veel aan veranderen. Nee. Doe je dat nou in je eentje of heb je daar begeleiding bij bij zo'n programmering? Uh, nou, ik doe het in principe in mijn eentje. Ja. Maar uh, kijk, ik maak gewoon gebruik van de know-how en de kennis die er is. Ja. We hebben een fantastische technicus, Guus. Uh, Akkerman. Ja, ken ik. En uh, die, uh, die weet zoveel van, van, van de ensembles en, de, en, en uh, van allerlei dingen die ook spelen. En we hebben natuurlijk uh, onze Brigitte, de Kassa-medewerkster. Maar dan denk je, ja, Kassa-medewerkster. Maar die hebben zicht op wat mensen leuk vinden. Ja, die en die, die schakelen. Die, die spreken het volk. Ja, precies. Ja. En, en zo zijn er wel meer mensen waarvan ik, vraag, maar ik gewoon mee ga overleggen van, ja. joh, hoe liep die voorstelling? Ja. Was dat leuk? Ja. Wat was de doelgroep? Zat ja. de zaal vol? Dus dat is wel een, uh, een eikpunt. Nog even terug, wie is We gaan door, jongens. Ja, hm. nou, vertel. Ja, dus uh, ja, ik, ik, ik ben dus uh, vooral snarenman. Dat zie je al. Ja. Uh, ik speel hiernaast ook allerlei soorten instrumenten uit, uh, uit de Balkan. En uit Griekenland. En, uh, maar ook contrabas bijvoorbeeld. Of uh, uh, ja, als je eenmaal in die uh, gekke wereldband hebt gezeten. Alias slapstick. Dan uh, wordt er wel van je verwacht dat je op zijn minst 25 instrumenten bespeelt. Ja. Dus, uh, is ja. je, is je, je eigen levenswandel ook zo excentriek? Zou je kunnen zeggen. Want uh, ik Wat ben, blijkt, u, waar blijkt dat uit dan? Nou, ik ben natuurlijk klassiek opgeleid. Ja? Maar uh, merkte na mijn studie direct dat ik niet uh, in uh, het, uh, het, uh, het vestje paste, zou ik maar zeggen. Ja? Zou ik, maar zeggen. ik bedoel, ja? ik vind het fantastisch mooi, maar... Uh, ja, in zo'n orkest uh, voelde ik mij toch niet helemaal op mijn plek. Ja. En ik ben al heel snel ben ik ook weer les gaan nemen van jazzmuzici, van popmuzikanten. En ben toen ook al, uh, ja, en ik heb tijdens mijn studie ook stiekem ook al heel veel uh, in, in, de, in de Balkan gereisd en, en daar heel veel gespeeld en opgedaan. Ja. En dat eigenlijk, ja, dat, dat pas ik gewoon nu in, in allerlei vormen toe. Mooi. Ja, oké. Okay. Wat is dit? Dit is Slapstick Anex, uh, de wereldband. Samen met uh, Hermine Durlo, de beroemde uh, uh, mondharmonica speelster. Zij is echt de opvolger van Toets Tielemans. Uh, daar deden wij een, uh, een act mee uh, op uh, de taptoe in uh, Ahoy. Uh, de militaire taptoe. En hier zijn we aan het oefenen. En je ziet uh, de verschillende maten uh, mondharmonica's bij waarschijnlijk wel de passende lichamen. Ziet... Hoe kom je nou bij de militaire taptoe terecht als... als, als, als... Ja, dat die, soort, die, die organisators ik... hadden ons gezien en die zeiden: dat is een mooie tussenact. Maar als tussen... er iets strak geregisseerd is en ik ja. neem aan dat dat bij jullie misschien ook wel strak geregisseerd is, maar daar maak je niks van, zeg ik dan. Precies. Uh, maar als, als, als internet, zo zeg maar. Ja. Oh, ja, ik ja, denk ja. precies dat ze dat zochten. Na geeft... dat hele strakke, ja. dat je even, ja. even de clowns. De, de piste even, piste de, even, even de rokjes laten wapperen. Of de broeken, de wijbroeken. De, de clowns even de piste instuurt. Ja, 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 ja. ja, ja precies. Ja joh. Oké. Okay. Ja. Nou, dit, dit zijn wij. Uh, uh, we, we zijn uh, op een gegeven moment uh, internationaal gegaan. Ja. Daarom is zijn we ook, hebben we de naam veranderd in Slapstick. Links zie je de foto wat onze promotie was in Edinburgh in het Fringe Festival. En rechts zie je een foto waar we in. Uh, ik denk dat dat in. Uh, in Nieuw-Zeeland is. Ja, ja, op, ja, ja. Een, op een festival. Uh. Ja. Kortom uh, Ro, uh, je bent, je bent uh, muzikant, uh, je bent ondernemer geweest uh, en je bent nu directeur van de Muze. Hoe komt zoiets op je pad? Nou ja, <laughs> uh, ik bleef ook uh, naast mijn uh, onderneming bleef ik gewoon natuurlijk spelen. Ik speel bijvoorbeeld dus met Joost Pijkers, maar ook met Nicky Jacobs. Met uh, uh, Ruud Houweling, een, een, een uh, Zandvoortse uh, singer-songwriter. En daardoor kom je toch ook wel eens op plekken, uh, in de Muze ja. bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, ik, had, ik, ik, ik was uh, uh, eigenaar van een echt een goed lopend uh, uh, bedrijf. Uh, samen met mijn broer. Maar dat zakenleven, ik miste gewoon toch de show van het culturele leven. Ja. En toen kwam ik uh, met Nicky uh, in de ja uh, Jacobs in de Muze. En we waren daar een week aan re het uh, repeteren. En Guus, uh, die ik natuurlijk al uh, langer ken, die, uh, die wees mij erop dat er misschien wel iets ging gebeuren. Dus ik dacht: Weet je wat? Ik uh, stuur mijn CV op. Oh ja. En daarna heb ik er niet meer aan gedacht. En uh, drie maanden geleden <laughs> werd ik opeens gebeld. <laughs> Schrok je? Erg. Ja. Erg, ja. Dit, de, ja ik, 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 uh... En schrok je zo dat je dacht van, mm, moet ik dit wel doen? Nee, ik dacht wel direct, dit ga je ik doen. Je dacht meteen dat... dat dit dat... ga ik doen. Ja. Dit, is, dit is de mooiste baan die je kan, uh, ja. kan verzinnen. En zeker ook vanuit de achtergrond waar ik nu uitkom. Hè? Dus ja. uh, en het artistieke en het zakelijke leven. Snap ik. Uh, uh, juist die combinatie dacht ik van, ja, ik denk dat dat... Ja, dat is gewoon op, op mijn lijf geschreven. Ja. Ja. En dan ga je je, ga je een beetje. Jij kende de Muze, zei je al, ja. hè? maar goed, de ins en outs kende je natuurlijk niet echt. Nee, die ben ik nu aan het ontdekken. En die ga, dan, die ga je dan bespreken met Natasja, want die kende je weer vanuit uh, Klooster in Woerden. waar zij. Uh, ja. Dus die heb je gebeld, neem ik aan. Ook zeker. Ja. ja. En ja. je hebt met Christian uh, een paar gesprekken gevoerd. Ja, absoluut. En, en dan en, denk je, wat denk je dan als je die gesprekken hebt gevoerd? Nou, eigenlijk bevestiging van wat ik al dacht. Hè? Van, uh, ik zie daar, als als je als artiest daar binnenkomt, dat is zo anders dan bij heel veel andere theaters. Wat is er dan anders? Je wordt direct fijn ontvangen. Je ziet dat het team goed met elkaar kan opschieten. En dus dat ook de, on, de ontvangende club, want wij komen dus ook altijd met met een x-aantal technici... Ja. dat die het naar hun zin hebben. Ja. Dus je ziet dat de sfeer gewoon heel goed is. Ja. Je ziet dat de zaal vol is. Dat zijn, dat zijn dingen, daar moet hard voor gewerkt worden. Mm -hmm. En dan denk je van, nou, dat is gewoon echt een toptheater. Ja. Ben jij een verbinder? Ja. ja, waar blijkt dat dan uit? Uh, 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 ik kom uit een gezin met vier jongens. Ja. Uh, en uh, als er een uh, grote ruzie was, dan zette mijn moeder mij uh, in om uh, <laughs> als mediator. <laughs> nee, maar ik moet zeggen dat eigenlijk in alle functies die ik heb gedaan, was ik meestal de, de verbinder en de, de laten we zeggen, de spelverdeler. Ja. Ja, uh, je weet dat de muze een, een, een gesubsidieerd orgaan is. Hè? En ja. de gemeente Noordwijk heeft daar natuurlijk wel een, een, een vingertje in de pap. Uh -huh. Heb je ook met de gemeente Noordwijk uh, gesproken over uh, jouw uh, aanstaande functie? Nou, niet over mijn aanstaande functie, want uh, die, was toen, uh, die kogel was toen al door de kerk. Maar ik heb inderdaad met de wethouder van cultuur, Roberto, uh, ja. gesproken. Ja. En uh, met zijn assistent, Natasja. En uh, 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 ja, kijk, weet je... Je ziet gewoon dat, dat de gemeente Noordwijk ontzettend betrokken is bij, ja. bij dit theater. Ja. Dat is ook wel eens anders? In 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 andere steden. Ik heb natuurlijk echt veel theaters. Ik heb eigenlijk alle theaters van Nederland van binnen en van buiten gezien. Ja. De gemeente Noordwijk heeft ervoor gezorgd dat er, uh, dat er aan de buitenkant van het theater uh, een mooi logo is gekomen. Ja. Hè? Uh, aan de kant van het wandveld, de parkeerte, parkeerterrein, dat overigens op de schop gaat. Hè? Uh, ja, ze dus dus zijn, die zijn nu, uh, nu al bezig. Dat is wel jammer. Maar hè, van, jongens, uh, 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 geen paniek. Uh, uh, 70% van het uh, wandveld blijft open hoor. Ja, en, en de mensen komen op de fietsen, zou ik bijna zeggen. Hè? Ja, maar nou, er komen ook heel veel mensen bijvoorbeeld uit Katwijk. Ja. En uit, uh, Lekker eventjes door de, door de duinen op de fiets naar Heerlijk. het theater. Ja. ja, want in Katwijk hebben ze zo'n theater niet. Zo'n zo nee, theater zo'n theater museen. Nee, hebben ze niet. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. nee, maar dat is echt vrij uniek. Hè? Ja, als je ja, kijkt ja, ja, uh, ja. naar de positie van de Muze... en eigenlijk, ja, het ligt ook zo ideaal. Ja. Daar aan het strand, even een visje eten... en ja. naar het theater, ja. wat is mooier? Ja. Want Swassenheim heeft onderdak. Uh, Lisse heeft ook wel iets. Maar, maar dat is natuurlijk lang zo... Nee, uh, ik heeft ik niet zou te bijna zeggen, pretentieus niet. Als, uh, als de Muze is, vind je dat daar wel nog meer uit te halen is? Uit die bolle uh, mensen naar de muziek toe halen? Uh, nou, weet je, of zeg je nou de programmering van het onderdak of van wat er in Lissabon gebeurt. Ja. Is, 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 is anders. Hun ding, ja. Nou, het is anders en het is mijn intentie ook echt. om echt goed te gaan samenwerken met deze mensen. Ja. Want je wil, je wil niet concurreren. Nee. Hè? Het, het is al lastig om, uh, om te overleven, zeker in deze tijd. Ja. Uh, dat gaan we gewoon samen doen. Ja. En ik ken die mensen ook allemaal. Dus ja, ja. ja je gaat niet zeggen... je gaat niet uh, Jan Dino pro programmeren... en dat hij de volgende dag dan in Lisse staat. Dat, 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 dat ga je niet nee. doen. Nog even terug naar die gemeente. Uh, is, er, is, is er iets tegen je gezegd van... daar moet je uh, aan werken? Daar moet je aan voldoen? Daar moet je... Daar moet je nee, helemaal meer, niet. Uh, nee. het nee. Nou, tenminste... Uh, uh, kijk, we hebben... Ook vanuit uh, ons bestuur hebben we hele uh, nauwe banden met, uh, met, de, met de gemeente. En daar zijn we ontzettend blij mee. En uh, uh, ja, ik zag direct dat dat gewoon, dat zit gewoon goed. Ja, nou ik hint al even op de zee aan cultuur. Hè. Ja. Uh, vind je dat, uh, dat alle vormen van cultuur in de Muze uh, aan bod komen? Tot nu, tot jij uh, bent gekomen? Uh, in de programmering of in het cultuurgebouw? De, de, de invulling van het gebouw? Nou, het is alvast heel breed. Ik bedoel van de schaakvereniging tot, uh, tot Excelsior. Die ja. ik trouwens voor het eerst hoorden op de, op de cultuurmarkt. En echt, ik was ervan onder de indruk. Als de mensen van de Excelsior luisteren, uh, we gaan even praten. En hè? kijken. Ja, en ja, kijken. Ja. En ja, kijken. Ja, ja. We gaan even ja, ja. praten. Ja. Want uh, het lijkt mij bijvoorbeeld ontzettend leuk om, om ook bijvoorbeeld professionele artiesten te combineren met. Uh, lokale, met lokale brass met, bands, bijvoorbeeld, of ja. of de of de toneelvereniging, of ja, ik denk dat er ontzettend veel ja, zie je die uh, koppeling talent. Zitten? Ja, ik ik denk dat ik zie die koppeling echt zitten, en ik denk dat dat echt, uh, nou ja, met mijn ervaring als producer ook van van, ja, ja. van programma's. Nou, leuk, ja. leuk uh, leuk idee. Ja. 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 ja, ja. Heb je nog meer leuke ideeën? Ja, absoluut. Nou, absoluut. vertel er uh, twee. <laughs> ik vertel er twee. Uh, we zijn dat is al een beetje opgezet, maar we, dat gaan we uitbouwen. Bezig met een, kinderte, een kinderfestival, ja. juist in de nieuwe kleine zaal. We okay. hebben een kleine zaal dames en heren. Het is een prachtig intiem zaaltje. En dan heb ik het over kindervoorstellingen, laten we zeggen tussen de drie en de zes jaar. Mm -hmm. Dus uh, 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 da, da, dan wil je niet in een zaal met 400 stoelen nee. zitten. Nee. Dan wil je intiem houden. Dus, en daar kunnen gewoon 100 mensen of kinderen zitten. En uh, uh, dat is een heerlijk plekje, intiem plekje. En, en let op, dat is natuurlijk ook mijn toekomstige publiek. Hè? Ja. Dus daar wil ik echt wel wat meer ja. in gaan investeren. En tweede? En tweede, nou, we, we hadden het er stiekem net al in de wandelgangen over. Wellicht is het toch leuk om eens in de zomer wat meer gebruik te maken van de toeristen. Ja. En dan zit ik heel erg te denken aan een language no problem uh, programmering uh, voor de. Uh, luisteraar, kijker, uh, dus dat, dat je een voorstellingen boekt waarbij... Uh, ja, ja, gesproken niet gesproken wordt, Essen Brothers. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja. Uh, meme of... Ja, of, uh, ja, of, of daar, waarbij taal niet belangrijk is. Uh, waarbij je eigenlijk... Ja, dat, 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 of dat of juist wel. Chill, uh, of juist wel. Dat je een voorstelling in het Duits programmeert. Ja, ja. Ik, weet, ik weet niet. Dat zie ik misschien toch niet helemaal ja. zo zitten. Ik zou juist willen zeggen, ik wil juist aan die buitenlands buitenlandse ja. gasten laten zien... wat voor een fantastisch theater we... in Nederland hebben. Ja. En wat voor een prachtige producties we hebben. Ja. Die niet eens, waarbij je niet eens de taal voor hoeft te nee, kennen. Nee, nee, nee. nee. We gaan wel even terug naar jouw uh, ja, leuk. Uh, plaatjes en dan gaan we zo meteen weer over, uh, over de muziek verder. Op. Ja, nou ja, uh, dit is uh, Slapstick uh, ten voeten uit. Uh, 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 links uh, was onze uh, uh, topvoorstelling, die naam met de naam Slapstick. Oké. Okay. <laughs> uh, uh, daar uh, zijn we werkelijk echt de hele wereld mee over gegaan. Is het gek als ik aan, Sh aan Charlie Chaplin denk? Helemaal niet. Het nee. is heel erg gebaseerd op alles wat met ja Slapstick. Slapstick is een stijl uit de jaren twintig. Uh, en dat hebben wij helemaal geadopteerd. En het is dus eigenlijk alsof je naar een uh, film van de dikke en de dunne zit te kijken. Ik vind, je, vind je het niet jammer dat je daar uh, niet meer in speelt. Maar enorm. Het, het, enorm. Komt, het komt ergens door, hè? Wil je, daar, komt, uh, wil je dat vertellen? Of ik, zeg zal, je nou? ik, ik wil dat best vertellen. Dat is ook wel publiek bekend. Uh, ik uh, ik uh, kwam er uh, vier jaar geleden achter dat ik een dubbele hernia had. Ja. Ik, kwam bed, ik kon mijn bed niet meer uitstappen. Ik ja. moest echt uh, eruit rollen en op mijn uh, 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 ja. knietjes uh, de, de, de ambulance bellen, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Uh, nou, ik, de mensen die Slapstick kennen, die, uh, die weten dat het is echt fysiek theater is. Dus je zit op elkaars nek, je tilt elkaar op. Nou, dat ging gewoon bijna niet maar, meer. Komt het ook door die, door die voorstellingen die je hebt gemaakt... dat je je lichaam dan een beetje uitgeput hebt, wat dat betreft? Nou, heel eerlijk moet ik bekennen dat ik op mijn zeventiende... Uh, 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 naast uh, uh, violist wilde worden uh, sportskier. Ah, en ik ben... Nu komt de aap uit de mouw, Ja, dames ja, en heren. Uh, uh, en ik, uh, uh, ik ben gaan meetrainen met het Oostenrijkse team. Okay. Uh, dus ik zat gewoon drie maanden per jaar uh, in Oostenrijk. Uh, je hebt een Oostenrijkse achternaam? Ja. Klopt is dat, is nou, dat, is nee, dat? Nee, het, is een, het ja. is een Luxemburgse. Oh, Luxemburg. Achternaam. Ja, als je in Luxemburg... Is, is mijn naam uh, even populair als, 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 hier, als je het hier... in Noordwijk? Ja, precies. Ja, ja. In Noordwijk. Ja, ja. <laughs> Helemaal goed. Ja, nou ja, goed, dit, is, uh, dit, dit, zijn, dit zijn foto's, uh, -foto's van Sleepstick ja, ja. Als je nog eentje teruggaat, uh, dan uh, zie je uh, bijvoorbeeld uh, rechts. Dus wij spelen ook dus met orkest, dan zijn wij de solist, zou ik maar okay, zeggen. Okay. En dan, uh, en dat zijn dan meestal familievoorstellingen natuurlijk. Ja. Uh, waarbij wij uh, ja, het zo geregelde orkest uh, lekker ontregelen, zou ik maar zeggen. Oh, ja, 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 ja. Ben Dan je weten. in het leven ook wel een beetje ontregelaar? Probeer je gevestigde normen, uh, en ik zeg geen waarde expres, uh, maar gevestigde normen een beetje te doorbreken? Nou, op een ludieke manier. Ik, ik hoop van wel. Ik, op een ludieke manier. Kijk, ja, ik ja. wil niemand tegen. Ik ben. Uh, echt tegen het uh, nee, 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 nee. Ik schoppen. ja het, Of het ordinaire, daar hou ik echt nee, helemaal niet nee, van. Nee, nee. Maar ik hou wel van mensen op een vrolijk verkeerd been te zetten. Op een, even op een ander spoor zetten. Ja, 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 ja. Dat is leuk. ja, dat is leuk. Hoe denk je over. Uh, uh, Want je, je wil andere doelgroepen uh, aanboren, zeg ja, maar. Hè? Want ja. je zei net al, uh, jeugd is de toekomst. Ja. Uh, nou, weet ik, ben, ik kom uit het onderwijs, het mm. middelbaar onderwijs. Um, ja, uh, wij gingen met scholen uh, heel vaak, nou, heel vaak tussen de stekens, naar de Leidse Schouwburg. Ja. En, en, en daar uh, zagen we cabaretiers en uh, ik vond het geweldig, uh, de leerlingen uh, soms ook. Ja. Maar, maar waarom denk je daarover? Dat, dat, nou, dat leerlingen dus niet meer naar, uh, naar, uh, naar Leiden gaan, maar naar Noordwijk komen? Nou, heel graag. Ja. En sterker nog, gisteren zat het helemaal vol met 10 tot 12-jarigen. In verband met de Space Week. Oké, okay. Space Week, Space Week, <laughs> de Space Week, de Space ja, ja. Week. Ja. Nee, de Space ja. Week, dus ja. de Ruimteweek. Week. Ja. Uh, er waren vijf uh, echte astronauten die kwamen vertellen wat okay. ze deden. Okay. Nou, je had die zou moeten zien. Ja. Het was prachtig, want ja. die kinderen, die kinderen die dat zijn die 12 jaren. die ja, denken ja, ja, ja. dat zal heel wat zijn. Die komen ja. binnen hè, met een R. Ja. En dan komen die, die echte grote jongens daarvoor staan en ja. ze zijn doodstil en ze hadden prachtige vragen. Ja. En, en het is echt, uh, ja, het was echt goed gedaan. Ja. En ook, ik moet ook uh, nogmaals een compliment aan onze techniek geven. Die hadden het echt mooi uitgelicht. Alles werd mooi geprojecteerd. Er was een uh, gebarentaalvertaalster. Ja. Uh, uh, vertaalster. Ja, 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 ja. Die zat op rechts van het podium. Die was keurig uitgelicht. Okay. En, en ze hadden het echt goed georganiseerd. Ja. Ja. We gaan zo. Uh, we kijken nog even naar drie plaatjes van, uh, ja. van jouw uh, cv. Ja, ja uh, de, de, we, we kregen uh, zo nu en dan prijzen. Dit is de Johan Kaartprijs voor. Uh... Ja, een beetje. Dat de... is geen misselijke prijs, denk nee, ik. Nee, dat is, dat is echt wel een ding. Oh, Jan uh, Kaart is een van de beste acteurs die in Nederland. ooit... Ja. Veel, en ook filmacteurs ja. die hij ooit heeft gehad. Hè? Ja, wij kregen hem uitgereikt door uh, de voorganger. dus degene die hem hiervoor had ge ge gekregen. en dat was André van Duin. Oké. Okay. Dus, uh, uh, en, en Brigitte Kaandorp heeft hem bijvoorbeeld ja, ja, ja. gekregen. Het gaat vooral om humor en, uh, in het theater. Leuk zeg. Ja. En dit? Ja, uh, ja, hier was je blij. <laughs> Links uh, is uh, een uh, act uh, die ik deed met het uh, Scapino Ballet uit Rotterdam, okay. waar mij, wij mee een, uh, een voorstelling deden. En rechts is gewoon tijdens een soundcheck uh, zit ik lekker banjo te spelen en dacht de fotograaf: pik ik heb je. Ja. Want je speelt viool, je speelt banjo, je speelt gitaar, je speelt mandoline, uh, alle snare instrumenten. Soorten, zoals, uh, uh, ja. uh, <laughs> Nee, ik, ik wil zeggen, je kan je naam... Maar dat is mijn, mijn grapje. Je kan ook Co... Uh, co uh, Raus zeggen, hè? Ja. 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 Co, co Raus. Ja, kan Vo ook. Voor mij ben je Co Raus. Nee hoor, nee. Nou, nee geef, ik luister nee, wel. Nee, 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 nee hoor. Ik luister We wel. hebben hier een theaterprogramma voor uh, dit komend seizoen. Ja. Nou, nou kan ik dat uitvouwen en aan de kijkers laten zien. Maar ze kunnen het ook uh, afhalen bij uh, De Muze, neem ik aan, aan. de balie, bij Brigitte. Of je gaat gewoon op het internet. www.demuze.nl Ja. Ja. En je vindt alles wat je moet vinden. En dan, uh, en dan uh, terwijl wij uh, uitgezonden worden, uh, uh, treedt er uh, iemand op. Wie draait er ook weer op morgen? Uh, hoe heet ook weer? Uh, Anneke van Giersbergen. Ja, klopt. Anneke van Giersbergen. Nou, ik, uh, ik, uh, ik kan niet naar mijn eigen programma kijken, want ik zit morgen in de zaal bij Anneke van Giersbergen. Wat leuk. Ja. Want ik vind Anneke van Giersbergen een geweldige zangeres. Ja, ja, ja. Dus je komt in tijden echt. weer eens uh, in de muze. Dus mensen, als jullie mij niet op straat zien uh, vanavond, dan, zit, dan ben ik dus uh, in de muze. En komt, uh, komt allen naar de muze, want er is een uh, nou ja, totaalprogramma tot volgend jaar uh, mei. Zeker. En uh, ja, uh, uh, heb je een idee van, uh, ik wil daar iets uitlichten, van daar moet je naartoe? Of zeg je nou, ik moet me nog even inlezen, dan kan ik me ook voorstellen hoor. Ja joh, ik ben pas drie ja, dagen joh, begonnen. Ja daar, joh, daarom, daarom, daarom. daarom. Nee. Maar ik zag al echt heel veel, heel veel mooie voorstellingen staan. Ja, uh, uh, ja uh, er zijn echt, er is echt voor elk wat wil. Zeg. Er ja, zijn ja, ja, ja. voor alle smaken, uh, uh, is het toneel maar, of, of is het cabaret, ja. of is het, zijn het, we hebben fantastisch goede uh, cover bands, hè? dus eigenlijk ja, ja. Uh, ja of tribute bands moet ik eigenlijk ja. beter zeggen, want dat is, zit echt heel erg goed in elkaar. Uh, er komt binnenkort uh, een programma met Freddie Mercury over Freddie Mercury. Ja. Nou fans, ga daarheen, want het is echt goed gedaan. Ja. Uh, nou ja, zo, ja de, ik, ik moet er even doorheen spitten. Maar ik, ik heb het allemaal nee, al gezien. Uh... Dat neem ik je helemaal niet kwalijk, Ro. Want dat zou ik ook hebben. hoor. Dus ik, ik kreeg het net van de, van de voorzitter van het de, van de bestuur van de Muzen. Hm. Ik denk, nou, ik neem het even mee. En ik laat het aan de mensen zien dat het programma dus online te vinden is. Ik ga er naartoe. En, uh, en ik heb het idee dat de kaartverkoop al, uh, al rigoureus gaat. Gaat echt heel goed. Ja, ja, dat is mooi. En we gaan natuurlijk, omdat de muze dit jaar 20 jaar bestaat. Goeie van jou. Ja, gaan we een uh, speciaal ook voor de vrienden en onze fantastische vrijwilligers ja. gaan we een, een, een middag, uh, ja, uh, een, een feest maken. Okay. Waarbij ik ook een uur, uh, oké, okay, daar komt hij, met Joost Spijkers en zijn band. Oh, uh, even. Eventjes... Hebben we een primeur? Ja, jij hebt okay. een primeur. we hebben een primeur. Ja. Dus Ro met Joost Spijkers en. En zijn band. En zijn band. Ja. Uh, Van de Aston Brothers. Juist. De frontman. Ja. Die dus op, uh, op de... 17 november. 17 november. Uh, uh, helaas, uh, ja, alle kaarten die uh, zijn uh, vergeven. Oei. Maar wellicht... In de reprise. Wellicht... Voorstellingen op een komt avond? er nog eh, nog nog een extra voorstelling, uh, maar daar hou ik jullie van op de hoogte. Ja, we hebben ook veel ouderen in, uh, in onze streken, ja, en die uh, ouderen die, uh, zijn ook vaak eenzaam, zeker. Uh, ja. En, en uh, een van de laatste punten die we aanroeren, overigens, en daarna mag jij nog iets over jezelf vertellen ja. <laughs> als je dat leuk vindt. <laughs> um, wat, wat, kun je daar, wat kan de muze daarvoor betekenen? Misschien is het misschien overval ik je hiermee, maar het is natuurlijk wel zo dat we moeten proberen... Mo niet moeten, maar dat we kunnen proberen om als uh, als uh, theaterdieren in Noordwijk, um, of op locatie, of in de muze. Uh, Hoogwaak zit vlakbij, hè, dat weet je ongetwijfeld ja. al. Uh, zit aan de overkant bij jullie. Uh, Jeroen, uh, Ho Hoogwaak en Jeroen, dat zijn de verzorgingshuizen in Noordwijk. Ja. Dat we daar, en we hebben natuurlijk in Noordwijk hout ook verzorgingshuizen en ja. in de Zilk. Dat we daar iets voor... In, nou, daar ben ik helemaal voor. Overdag. Hè. Ja. Want die mensen hoeven dat s'avonds niet te doen. Want die vinden ja. dat vervelend om s'avonds de deur uit te gaan. Ja, en dan zou je kunnen denken aan voorstellingen zoals bijvoorbeeld Lenny Koer. Ja. Uh, ja. uh, of uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, karel... Uh, Willeke Alberti. ik Wille Albert? Ja. Karel de Rooij. Ja, ja hè, Karel van die, van die heeft een prachtig soloprogramma. Ja, schitterend. Ook niet te lang. Ja, dat wel. zou heel mooi zijn als, ja. uh, als uh, de muziek daar, daarin zou kunnen investeren. Nou, ik, uh, ik ken ze allemaal persoonlijk. Dus, ja. Ja, uh, ja, prima. Uh, 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 uh. Uh, nou, Roof, nog even terug naar, naar jou. Uh, ja, hier uh, cv. Op, uh, op, uh, op de, op de foto zie je uh, onze fijne vriend Guus Meewis. Oké. Okay. Uh, uh, links was uh, uh, afgelopen juni uh, ja. in het uh, uh, Eindhoven Stadion. Je ziet mij heel klein rechts. Uh, dat is wel heel klein. Uh, yeah, ja, uh, daar zo achter hem uh, 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 viool spelen. Uh, dat is natuurlijk geweldig met 40.000 ja, mensen ja, in het stadion. Ja, 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 Dit ja, was dan ja. een eilandje helemaal middenin. En dat ja. was een heel fijn solo-stukje met, ah, met het strijkkwartet. en met zijn pianist uh, Jan-Willem Rozenboom. Die kan ik die... trouwens ook graag wil uitnodigen. Okay. En waar ik ook mee samenspeel, trouwens. Okay. Uh, en rechts zie je uh, ook de band van Guus, maar dan ja. in Olympia in uh, Parijs. Ja. Wat een van mijn ja, dromen was om daar te spelen. En ik sta daar te soleren samen met uh, Angelo Verploegen. Okay. Um, uh, en, uh, en ja, dat is natuurlijk een droom. Uh, het podium waar uh, Brel en uh, Piaf hebben gestaan. Ja, en dat zijn, zijn natuurlijk, uh, ja, prachtig. Je hebt heel wat dromen al waargemaakt. En deze droom als theaterdirecteur van de Muze, die ga jij uh, volkomen invullen. En uh, nou ja, we, we, gaan je, we gaan je volgen, Ro. Heel en uh, we gaan je, aan, aan, uh, we gaan je uh, ideeën gaan we. Gaan we uh, verversen en we proberen je als Noordwijker's uh, natuurlijk uh, te steunen in alles wat, uh, wat de, de muze aangaat. Ja, dat voel ik nu al. Ja. Ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van de culturele betrokkenheid van Noordwijk. Precies. Ja, ik was op, Ik werd gevraagd voor een interview op uh, de Cultuurmarkt ja. en ik dacht, nou, er staan drie kraampjes, maar dat hele plein stond vol met uh, 20 plus ja. kraampjes. Ja. Er was een fantastische opening. Nog complimenten aan Marjolein van de Jacht trouwens wat dat betreft, ja. die alles had georganiseerd. En ik was, ik was echt flabbergasted, oftewel verbaasd, uh, uh, over, over het aanbod van culturele uh, organisaties in Noordwijk. En dat is een dikke pluim die ja. jullie met z'n allen toch uh, verdienen. Ja. Mooi dat we dat hebben en mooi dat we de muze hebben en jij gaat dat uh, op, op jouw manier uh, begeleiden. Ja, precies. Wil je nog ergens uh, op terugkomen of wil je nog iets toevoegen aan wat we uh, besproken hebben? Nee hoor, ik ben helemaal, vro goed. helemaal vrolijk. Dan dank ik jou hartelijk. Ik ga je een hand geven en ik wens je heel veel succes. Oké, okay, en gaan, we gaan elkaar zien. Tot ziens in de muze. Oké, doe. Dit was, uh, nou moet ik het goed zeggen, Bo Kraus. Nee. <laughs> ja, 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 ik bijna. maakte bijna een grafje ja, weer, nee, ja. nee, 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 flauw. Dit was Bo Kraus. Nou, gaan uh, ga zien in de, in de muze. Hij is vast en zeker de, 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 de eerste maand uh, bij elke voorstelling aanwezig. En dat is ietsje overdreven. Alhoewel die wel gezegd heeft dat hij in de muze gaat slapen, hoorde ik ergens in een interview. Dus maar goed, dat versnappen we wel dat dat een beetje uh, nou ja, tussen aanleidingstekens is. Ekenstel, nice. hoor. Nee, hoor, zeg niet. Uh, we gaan uh, straks na de Reuzenbol gaan we kijken naar.